Dit is een algemene legging voor de liefde. We kijken naar de relatie tussen jou en die ene speciale persoon. Ik heb op dit moment nog de lente kortingsactie, omdat de lente begint. En dat moeten we vieren. Dus als je een persoonlijke reading wilt aanvragen met korting, dan kan je dat doen via mijn website. De gegevens daarvoor staan in de beschrijving onder de video. Maak jezelf vrij. Het is tijd om de regie van je leven weer in eigen hand te nemen. Familieaangelegenheden helen. Je leven zal er wel bij varen als je je ouders vergeet. En het wachten is de moeite waard. Het goddelijke timing is aan het werk in je liefdesleven. Ik zie dat je nog niet samen bent met deze persoon. Dus het gaat om iemand met wie je op dit moment nog geen relatie hebt. In cirkels ronddraaien. En samen creëren. Jullie blijven een beetje om elkaar heen draaien. Jullie vinden elkaar erg interessant, leuk. Er zijn gevoelens tussen jullie. Maar tot een echte relatie is het nog niet gekomen. En dat komt omdat jullie allebei nog zaken hebben om doorheen te werken, om te verwerken. En dat is echt nodig, dat gebeurt, voordat jullie samen kunnen komen. Anders blijven jullie in datzelfde cirkeltje ronddraaien. En kan die relatie eigenlijk nooit tot stand komen tussen jullie. Dus beide personen hebben nog dingen te verwerken. Hebben hun eigen problemen nog of dingen uit het verleden die nog verwerkt moeten worden, die nog geheeld moeten worden voordat jullie samen kunnen komen in deze relatie. Bij allebei is de wens heel sterk aanwezig om samen te komen. Nou is alleen een wens niet genoeg, want er moeten dingen gebeuren. En ik zie dat wel echt gebeuren. Ik zie dat jullie allebei niet echt zitten te wachten op het verwerken van problemen, met problemen aan de slag gaan. Kan ik me ook wel bij voorstellen. Het is niet het leukste om te doen, maar het is wel heel erg nodig. En als jullie daar allebei mee aan de slag gaan, dan is dat, dan kan heel snel eigenlijk kunnen jullie samen gaan komen.
Je hoeft eigenlijk alleen de eerste stap te zetten. En dan is het al mogelijk om nader tot elkaar te komen. Doen jullie dat niet, dan zal je eigenlijk maar steeds in hetzelfde blijven rondhangen met spanningen die naar boven komen. En en dat is omdat je gewoon nog aan dingen vasthoudt uit het verleden. En dat kan helemaal teruggaan tot de kindertijd. Het hoeft niet, maar het kan wel. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld een oude relatie. Als jij bijvoorbeeld in een oude relatie bedrogen bent, dan is dat niet iets wat je mee wil nemen in een volgende relatie. Want dan is dat iets wat je moet verwerken en wat je in het verleden moet laten. Om volledig jezelf te kunnen zijn in een nieuwe relatie. En dat soort dingen zijn heel erg belangrijk om eerst te verwerken. Zodat je je problemen niet meeneemt naar naar iemand anders. En dan kan daar voorzichtig die liefde gaan beginnen. En ik zeg voorzichtig, want het is ook echt voorzichtig. En langzaam. Maar het is wel iets wat jullie allebei willen. En dan gaat iets veranderen voor jullie. Om het allemaal makkelijker te maken. Er komt een plotselinge verandering aan. Die eigenlijk dat contact tussen jullie doet herleven. Dat contact wordt heel intensief. Misschien kunnen jullie zelfs heel goed met elkaar praten over alles. En misschien is dat juist hetgene wat jullie nader tot elkaar gaat brengen. Die liefde tussen jullie, die zie ik zeker. En de wens om te bouwen aan de toekomst. Om samen te komen, om samen verder te gaan. Wat alleen heel erg belangrijk is om echt die dingen uit het verleden in het verleden te laten. Ik val een beetje in herhaling. Het is iets wat steeds weer naar boven komt. Dat echt iets is wat tussen jullie in kan staan. Maar met als toekomst... die Bakers 10 kan het eigenlijk niet mooier voor de liefde. Dat is het hele plaatje. Dat het met die liefde tussen jullie goed zit, dat lijkt me duidelijk. En ik wens jullie heel veel geluk voor in de toekomst.